eerste wandelaar van de wandelmarathon. Ja, waar het eigenlijk helemaal niet om een wedstrijd draait, maar waarbij het natuurlijk toch wel een eer is als je die hele marathon, die meer dan 42 kilometer hier, als allereerste af gaat leggen. Hij moet nog een paar meter. Het is dan meneer Dellebeke uit Oost-Soeburg. Hij steekt zijn handen omhoog. En dan moet ik er toch nog even naartoe, maar hij wordt natuurlijk eerst nog door zijn familie opgevangen. Nee, dat gebeurt niet, dus dan kan ik er als eerste naartoe. Meneer, weer als eerste, hoe was het? Het was keurig weer, we hadden heel de weg wind mee. Alleen denk ik dat de mensen die na mij komen meer problemen op het strand krijgen. Van het hoog water. En ik was er net op tijd af. Maar hoe later je komt, dan loop je heel de stuk over het mullenzand. Dus het was, maar voor de rest ging het voortreffelijk. En hoe is het nu eigenlijk, want u loopt hem ieder jaar, u komt steeds als eerste. Hoe is dat nou? Want het is natuurlijk geen wedstrijd eigenlijk. Nee, het is geen wedstrijd, maar de eerste 20 kilometer, dan is het meestal met mensen van de wandelsport. Die hebben een behoorlijk hoog tempo en dat probeer ik daarbij te blijven. Alleen die vallen meestal op het strand terug en dan daar haal ik meestal de winst. En dan is het voor mij eigenlijk een beetje de kick om dan dat tempo vast te houden tot de finish. En nu even bijkomen, wat gaat u als eerste doen? Nou, ik denk dat ik eerst even wat ga drinken. En dan ga ik op gemakje kijken naar de mensen die binnenkomen. Ja, want u ziet de meeste mensen nog binnenkomen natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Er moeten nog een paar komen, hè. Ja, een paar nog. Nou, genieten van meneer Dellebeke uit Oost-Soeburg. Was de eerste die hier finishte bij de wandelmarathon.